Hartelijk welkom in deze tussenwoning aan de Tulpstraat 11 in Uden. Ik zit hier in het raamkozijn van de slaapkamer aan de achterzijde, waar meteen u een blik over de achtertuin wordt gegund die op het zuiden ligt. En meteen het belangrijkste pluspunt van deze woning is, omdat het ook de mogelijkheid biedt om nog een stukje uit te bouwen op begane grond. Je ziet overigens nog een gaskachel achter mij hangen, die kan verwijderd worden, want inmiddels hebben ze op de tweede verdieping een cv-ketel geïnstalleerd, hele installatie door het huis. En een vaste trap naar deze bergzolder. Verder hier een inloopdouche die gebruikelijk was in de bouwperiode van de jaren 50 en 60. En er is ook nog een vaste kast op de overloop die door veel mensen al verbouwd is tot toiletruimte. Zodat die niet op de badkamer is. Dan komen we hier in de gang. Meterkast met vier groepen. Hier is nog een deur gezeten naar de keuken toe, die inmiddels dicht is. Toiletruimte. En uiteraard de verdiepte provisiekast, of kelder, die het ook wel genoemd wordt. Heel gebruikelijk ook in die bouwperiode. De woonkamer met de schouw, waar de gashaard voorheen gezeten heeft, wordt dus niet meer gebruikt en zou verwijderd kunnen worden. Geldt ook voor deze scheidingswand tussen de woonkamer en de keuken, die door veel mensen in de wijk ook al verwijderd is, zodat je een open keuken hebt. We hebben overigens een impressie op internet om te laten zien hoe het eruit kan zien dan. En hier tot slot de gedateerde keuken, die dan ook uitgebreid en gemoderniseerd zou kunnen worden als deze wand verwijderd is. Kortom, wilt u nabij het centrum wonen en alles naar uw eigen zin maken, dan is dit een ideale woning, want hij is wel goed onderhouden. Bel ons of mail ons, dan maken we een afspraak en leid ik u graag rond. Tot ziens!